Mijn goede voornemens zijn dit jaar naar de sportschool gegaan en mijn opleiding afronden. Goedemorgen, daar zijn we weer. Ook in het nieuwe jaar. En met dat nieuwe jaar ben ik wel benieuwd naar de goede voornemens van de mensen. En hoeveel die ook gehaald worden. Dus daarom vandaag een iets andere aflevering. Ik ga kijken of mensen goede voornemens hebben. En vervolgens langs bij mensen waar ze die goede voornemens daadwerkelijk in de praktijk kunnen brengen. En kijken hoe het daar verloopt. Nu ik hier zo'n half uurtje door Ulfs heb rondgelopen, heb ik de mensen gevraagd wat hun goede voornemen is. En het grootste gedeelte van de mensen die geeft aan dat het onzin is. Dat ze daarom er niet aan doen en dat het veel te overdreven wordt. Maar de mensen die er wel aan deden, ik heb geturfd. Ze waren allemaal niet zo happig op de camera. Maar sporten, meer sporten, stoppen met roken, dat staat bovenaan. En er is maar één iemand die zei dat hij minder alcohol ging drinken. En helemaal aan Dry January deed. En om te onderzoeken of dat goede voornemen van meer gaan sporten breder gedragen wordt en ook op de sportscholen zichtbaar is, ben ik hier nog bij de eigen sportschool. KeinFit, heb ik een afspraak met Dennis. Dennis is manager. Komt hij al aan. Hey, goedemorgen jongen. Ja, in januari zijn mensen natuurlijk altijd heel erg gemotiveerd om te beginnen met sporten. Dat is eigenlijk het hele jaar door wel het geval dat mensen goede voornemens hebben. Dus niet zozeer alleen in januari. In de afgelopen december maar bijvoorbeeld hebben we ook een heleboel gemotiveerde sporters mogen ontvangen bij KeinFit. Maar de afgelopen jaren was het wel zo. Nou, als je altijd in januari een enorme piek, in februari een enorme piek, maar dat heeft, eigenlijk is het uitgestroomd naar verschillende maanden. Dus mensen sporten eigenlijk vanaf september tot aan augustus het hele jaar door. Hoeveel van de mensen die zich aanmeldt haakt na een tijdje af? Nou, we hebben hier natuurlijk al jarenlang trouwens sporters. We bestaan hier al 30 jaar. En je hebt natuurlijk sporters die al 25 jaar lid zijn. Maar je hebt ook sporters die beginnen en die we echt heel goed moeten helpen. Die moeten we bij de hand nemen. En anders raken ze echt de motivatie kwijt. Je hoort ook steeds vaker dat mensen willen stoppen met roken, minder alcohol willen drinken, minder willen zitten. Maar het is vooral belangrijk ook om in beweging te komen. Dat is niet alleen de sportschool, maar dat is ook gewoon het wandelen, fietsen buiten. Gewoon een actieve leefstijl. En dat is steeds belangrijker. Snel door naar Erik Meijer. En Erik die wil graag de mensen helpen stoppen met roken. En dat doet hij in groepstrainingen. Wat opvalt is dat mensen die nu gestart zijn afgelopen dinsdag, die hebben zich in november, december al aangemeld via hun zorgorganisatie. En dat zijn niet mensen die op het laatste moment, ja, één of twee die nu op het laatste moment nog de laatste week zich aangemeld hebben. Maar ik heb niet het idee dat dat nu is omdat ze per se een goed voornemen hadden voor 2020. Nou, onze ervaring tot nu toe met de groepen die we gedraaid hebben is dat 70-80% stopt met roken. Dat is heel erg hoog. Normaal zie je bij trainingen dat 20-30% stopt. De tip voor mensen die als goed voornemen hadden om te stoppen met roken. En ze willen het van de een op de andere dag doen. Het eerste wat we tegen mensen zeggen van, is gedrag loskoppelen. Het gedrag van kopje koffie met een sigaret. Warm eten, op, sigaret, opstaan, sigaret. Als je dat gaat loskoppelen, is een van de belangrijkste dingen om te stoppen met roken. Dus als jij zegt van ik rook altijd met een kopje koffie een sigaret. Dan drink je een kopje koffie en dan rook je een uur later een sigaret. Of een half uur ervoor. En om te kijken of de mensen hier in de regio ook echt aan Dry January doen. En of de kroegen er iets van kan merken. Heb ik nou in het kroegje afspraak met Dolph. Hij staat er achter de bar. Goedemiddag. Toevallig deze week, afgelopen week, wel meer 0.0 verkocht. Maar ik kan niet zeggen dat ik nou echt duidelijk merk van Dry January. En mensen die sowieso minder gaan drinken vanwege goede voornemens, merk je dat wel? Dat ze het bij 2-3 biertjes laten? Nee, is me nog niet opgevallen. Nee, nog niet opgevallen. Misschien uit goed voornemen dat ze een biertje meer nemen. Dat zou kunnen. Maar het is me nog niet opgevallen. Nee. Wat vind je ervan dat er zoiets als Dry January is? Ja, het is misschien wel eens goed om eens te evalueren van hoe je met alcohol omgaat. Ja. Nu ben ik alleen nog heel benieuwd naar jullie goede voornemens. We hebben dan wel gekeken wat de meest voorkomende waren, wat we eraan kunnen doen. Maar hebben jullie ook goede voornemens en hoe gaat het er eigenlijk mee? Lukt het een beetje? Laat even weten in de comments hoe het daarmee gaat. Mijn eigen goede voornemen is misschien toch iets meer gaan sporten en iets minder biertjes drinken. Zoals de meeste mensen wel hebben. Wil ik in ieder geval bedanken voor het kijken en zie jullie graag weer bij een volgende vlog.